Oké, het is week 6, weer een nieuwe vlog vanuit het De Ruiter Experience Center. Deze week focus op de grove segment, zeg maar. En ik sta hier in kas 3. En deze kas is specifiek ingericht om onze onderstammen te testen. Wat verder is, als we kijken naar de afgelopen week, hebben we natuurlijk een week achter de rug die redelijk grauw was. We hebben één zonnige dag gehad en voor de rest is het een redelijk stabiel wintersweertje geweest. Nou, en als we in deze kas 3 kijken naar het gewas, dan sta ik hier bij Marinies met verschillende onderstammen. En bij die onderstammen zitten ook tobrefresistente onderstammen. Dus we gaan dit jaar zien hoe die tobrefresistente onderstammen bijdragen aan een gezond en goed gewas. Verder is het zo dat dit gewas is op 13 november gezaaid. En op 30 januari geplant of naar de kas gehaald. We hebben een plant die niet heel erg gerekt is, maar wel inhoud heeft. En dat betekent dus dat we vanaf het begin gelijk al behoorlijk tempo erop hebben gezet. Dus we zitten hier op 18, 18,5, 19 graden etmaal. Dus we gaan zien hoe het gewas zich verder ontwikkelt. Als eerste in de rij in de onbelichte kas die begin januari geplant is, zeg maar, is de Marinies. En als we kijken naar de ontwikkeling van het gewas, dan bloeit de tweede tros nu ruim. En zien we de eerste knikkertjes verschijnen aan de plant. Dus het is nu 2 weken geleden dat we het gefilmd hebben voor de vlog. Dus het is leuk om de ontwikkeling te zien, zeg maar. Verder is het zo dat we verwachten eind van de week, misschien begin volgende week, de plant op de mat te zetten. Dus dan is de beheersfase voorbij en dan gaan we echt telen, zeg maar. Verder is het zo dat we proberen qua biologie, beginnen we nu met de eerste encarsia's in te zetten. Dus puur preventief, want we zien hier eigenlijk nog niet echt veel plagen. Het andere ras wat we volgen in de grove is de Grandis. En de Grandis is vooral met het wat donkere weer toch iets trager als de Marinies. En dat zie je ook duidelijk in de tros aanmaak, zeg maar. Dus we zien hier nog niet echt grote knikkertjes, maar ja, hij ligt gewoon ietsje achter. Dus, maar dat gaat hij 100% inhalen als de zon gaat schijnen. Dus dan komt het vast weer goed. Een ander dingetje is, we zijn begonnen met 2,5 stengel per vierkante meter. We verwachten dat als het 1,5 februari is, dat echt het weer toch wel beter wordt. Of de hoeveelheid licht beter wordt. Dus we gaan bij de derde trosdief een dief aanhouden om van 2,5 naar 3,4 te gaan in een aantal stengels per vierkante meter. Oké, zojuist verhuisd van de onbelichte naar de belichte kas. En hier zijn we nu volop aan het oogsten. Dus we zien nog wel een enkele bonte vrucht, maar op zich loopt het goed. Het lost netjes en de productie begint aardig op niveau te komen. Zoals je ziet, we zijn vol gas bezig. Dus 18 uur, 270 micromol aan licht. En verder staat de plant netjes te groeien. Je ziet nog wel wat extra stengels komen. Vrij snel na het planten zijn we van 2,5 naar 3,1 gegaan. En we gaan nu van 3,1 naar 3,75. Dus je ziet nu extra stengels die dus al bijna aan het produceren zijn. En je ziet nu wat extra stengels die nog een beetje een rommelig gezicht geven. Dus verder gaat het behoorlijk naar ons zin. Als tweede en als laatste vandaag de Grandis. Grandis is natuurlijk een sterke groeier en dat zien we ook met dit licht. Daarnaast is het zo dat we hebben hier heel veel nieuwe rassen staan voor de screening. En daar zie je toch vaak wel makkelijk een bladrandje komen. En daar heb ik Grandis eigenlijk tot nu toe nog ongeveer geen last van. Dus, het zou betekenen dat je dus of meer licht of meer snelheid of je kan er gewoon meer nog met dat gewas als dat wij dat nu doen, zeg maar. Maar wij moeten toch een beetje middelen voor alle rassen die we hebben staan. Anders zou een andere ras misschien afbranden. Dus, verder is het zo dat we zijn begonnen met macrolovers inzetten. Dus hier hebben we toch een enkel wit vliegje. De laatste weken hebben we veel sluipwespen ingezet en nu
zijn we gestart met de macro, dus om te zorgen dat daar ook een kleine opbouw begint en plaats zal vinden, zeg maar, om toch het seizoen goed aan te kunnen. Als laatste hebben we het vaak over TO-BRFV-dreiging, zeg maar. En naast al onze hygiënemaatregelen die we doen, is ook de monitoring weer op volle sterkte. Dus iedere week nemen we in ieder pad van 15 verschillende veldjes bladmonsters om te monitoren. Hebben we virus in het pand, ja of nee? Zolang we het niet hebben, laten we klanten binnen. Mocht het gebeuren dat we toch iets vinden, dan gaan we uiteraard onze kast dicht sluiten voor klanten. Maar voorlopig is iedereen van harte welkom. Nou, tot zover de vlog van deze week. En ik zou zeggen tot volgende week. Volgende week weer het fijne segment.